Ik sta hier op de Schoonenberg en achter mij ziet u de verbinding naar de Vossenhoek richting Zottegem. Dit is de exacte plaats waar de N42 dit stukje land zal doorkruisen. Met tot gevolg dat deze landweg hier volledig zal afgesneden worden. De Fietsersbond heeft geen probleem met de N42, maar wel het feit dat deze buurtweg wordt doorsneden, waardoor er geen verbinding meer is. Deze buurtweg wordt niet zo heel veel gebruikt, maar is voornamelijk belangrijk in de vrije tijd, voor de vrije tijdsfietsers. En dat is dan natuurlijk zaterdag, zondag. De wielertoeristen passeren hier veel wandelaars dan. En ook woensdagnamiddag, als het een beetje goed weer is. Nu, waarom wordt dit niet zo veel gebruikt? Het is eigenlijk ergens logisch. Dit baantje die komt aan op de Gentweg. Dat is op dit ogenblik nog altijd een zeer gevaarlijke weg voor fietsers. Dus de meeste schoolkinderen gaan deze fietsweg op deze doorgang toch zeker niet gebruiken tot nu toe. Nu, wat wij voorstellen zijn drie mogelijkheden. Allereerst de ondertunneling. Wij zouden graag de ondertunneling hebben op deze plaats hier van deze weg, waardoor dan de fietsers op een veel veiliger manier naar Zottegem, naar het PTI, zullen kunnen fietsen. Waarom? Omdat de Gentweg dan ook een veilige baan wordt. Die wordt niet meer gebruikt door doorgaand verkeer. Dat gaat allemaal langs de N42. Dus dan wordt deze doorgang een zeer belangrijke en zeer interessante weg om veilig naar school in Zottegem te fietsen. Wat gaat er nu gebeuren? Men gaat dit stuk afsluiten. Men gaat een ventweg, een langsweg voor de landbouwvoertuigen aanleggen richting Sint-Lievens-Essen, richting Schipstraat, naar het brugje op de Schipstraat. Dit is een mooie oplossing, alleen één groot probleem is wel dat dus dit baantje gaat aankomen op het belangrijkste kruispunt voor heel Sint-Lievens-Essen, waar iedereen de N42 zal oprijden. En dat creëert sowieso voor fietsers en voor schoolgaande voetgangers een zeer gevaarlijke kruispunt, omdat alle verkeer vanuit Sint-Lievens-Essen en ook vanuit Wijnhuizen allemaal naar die weg gaan, naar dat kruispunt waar naartoe geleid. En wij zouden daar zelfs voor pleiten om daar ook een ondertunneling te maken naast de N42. Dan maakt men al bijna een fietsoostrade, wat zeer interessant zou kunnen zijn voor het fietsgebruik. Nu, een derde en laatste belangrijke punt voor de Fietsersbond is een voorstel om, indien de tunnel hier niet zou kunnen komen, dat er alsnog in de andere richting naar Zottegem toe, en ik ga je even tonen, naar Zottegem toe, dat daar een ventweg aangelegd wordt, dus een verbinding gemaakt wordt tussen deze ventweg en het punt, het fietserspunt, waar een fietserstunnel zal gemaakt worden, net waar nu het nieuwe tracé van de N42 eindigt. En dat zou een zeer mooie oplossing zijn. Ik denk zelfs een relatief eenvoudige en goedkope oplossing om dit probleem hier op te lossen. Bent u begaan met de fietsers in Herziel of in heel Vlaanderen, dan moet u dit filmpje doorsturen of delen met al uw vrienden, al uw kennissen, zodat het overal kan bekeken worden en dat het misschien toch wel eens een impact zal hebben. Dank.